De sfeer zit er al behoorlijk in Tialf als wij gaan kijken naar de deelnemers bij de 500 meter heren. Toppers hier natuurlijk Gerard van Velde en Igor Zelezowski, maar misschien ook wel Alexander Golubev, de jonge Rus. Eerste rit op de 500 meter bij de heren is de rit tussen Arjan Schreuder en deze Alexander Golubev. Een aankomend talent uit het GOS. Een jongen die al een tijd onder de 37 seconden heeft staan, 19 jaar oud is. En die je dus nu in de buitenbaan tegen Schreuder op moet nemen. En het ziet er goed uit hoor wat die Golubev doet. Gaat hij een goede tijd neerzetten na de eerste 100 meter? Dat doet hij inderdaad. 9.81. 9.81 daar waar Schreuder uitkwam op 10.25. En dat betekent al een behoorlijke voorsprong voor de man uit het GOS die ook voorlangs gaat kruisen. En dat mag je in 10 meter verschil toch wel uitdrukken. Doet hij keurig zeg, zo die langs die binnenbocht gaat. En wat komt hij er heel mooi uit in het binnen. Even die slag laten lopen om wat snelheid te krijgen. En wij gaan kijken naar de eindtijd. En die eindtijd gaat heel goed worden. Gaat hij onder de 37 net niet. Het wordt 37.01. Arjan Schreuder 38.26. 27.1. De laatste ronde van deze Alexander Golubev. Heel goed.